Het is tijd voor een werkstukje, een spreekbeurtje en... Uh... Ja, we zitten een beetje in een speciale tijd. De tijd van kerst, van Sinterklaas, van oud en nieuw. Gezellig samen zijn met de familie, met je vrienden, vriendinnen, weet ik allemaal. En dan ga je natuurlijk allemaal leuke sociale dingen met elkaar doen. Bordspelletjes, eten, leuke cabaretprogramma's kijken. Vuurwerk. Oh nee, dat mag niet meer geen vuurwerk afsteken. Je doet dingen samen. Dan heb je minder tijd natuurlijk om monomaan, individualistisch in je eentje, games te gaan spelen. Dus toen dacht ik iets met games die. Heel erg kort zijn. Daar ben ik een beetje ingedoken in games die heel erg kort zijn qua speelduur. En um, dat is best wel grappig. Daar zitten best wel een aantal interessante voorbeelden zijn Die behoorlijk kort zijn. En uh, het, het leuke is dat we natuurlijk laatst Call of Duty Vanguard hebben besproken. En daar zit een singleplayer in. Daar zit een multiplayer in. Daar zit een uh, zombie mode in. En de Warzone map komt eraan. Nou, die singleplayer die hebben we gespeeld. Die heb ik gespeeld. Die vond ik best leuk. Ik heb me er uitermate goed mee vermaakt. Uh, maar ik was er wel in een uurtje of zes doorheen. En uh, veel mensen zeiden hoe belachelijk. Zes uur voor een game. En daar betaal je dan 70 euro voor. Dat kan toch niet? Dat is niet meer van deze tijd. Want kijk eens naar Valhalla. Daar ben je 4,5 jaar mee bezig. En dan heb je de helft van de map gekleerd. Ik bedoel. Ten eerste zijn de tijden veranderd. En kun je dingen niet meer tegen elkaar afstrepen. Ik bedoel, je hebt de open wereld games. Waar je natuurlijk ongelooflijk veel dingen kunt doen. En je hebt de lineaire single-player games. En als je dan die zes uur neemt. En je gebruikt dan het stukje uh, 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 research wat ik heb gedaan. Dan zie je dat vandaag de dag uh, er natuurlijk nog steeds lineaire singleplayer games zijn die kort zijn. Kijk naar Call of Duty Vanguard. Maar daar zit, die, zitten, die zijn onderdeel van een enorm pakket. Ik bedoel, je krijgt er de multiplayer bij, je krijgt er de Warzone map bij. Je krijgt er de zombie-mode bij. Meer dan genoeg uren ga je erin steken om die 60, 70 euro. Te verantwoorden. Afgezien natuurlijk van of je het tof vindt. Want als je het niet tof vindt, dan moet je het niet kopen. Anders is het zonde van het geld. Anyway, ik ben eens gaan zoeken. Uh, nou ja, dat kan je op verschillende manieren doen. Je hebt uh, bijvoorbeeld zo'n website die heet How Long To Beat. Nou, daar kun je zien hoe lang het duurt om bepaalde games uit te spelen. Gamers gaan er zelf naartoe, geven aan hoe lang ze over zo'n game hebben gedaan. En daar wordt een gemiddelde uitgetrokken. En uh, ik ben ook een beetje gaan nadenken wat ik zelf heb gespeeld. Nou, toen dacht ik bijvoorbeeld dat Kane Lynch 1 en Kane Lynch 2 uh, Dog Days. Ik vind het fantastische games. Dat die heel erg kort waren. Die waren een uurtje of zes of zeven. Uh, dat is heel erg lang, want de games die ik ga noemen, die zijn een stuk korter. Uh, Silent Hill 3. Voor velen de beste Silent Hill ooit gemaakt. Zes uurtjes duurt dat om uit te spelen. Dat kan ik me ook nog wel goed herinneren. En toch, niemand had het erover. Iedereen vond het gewoon een fantastisch avontuur. En uh, ja, hij was wat aan de korte kant. Maar het was wel gewoon kort, maar vet. Uh, dus waar is het probleem? Maar ook die games zijn eigenlijk nog best wel lang. Dus ik ben eigenlijk pas begonnen bij de 4,5 uur A5 uh, voor een single-player campaign. En dan gaan we straks langzaam aftellen, aftellen naar. Ultra korte games. En ja, die zijn er. En nee, dat zijn niet allemaal indie games. Daar zitten ook een aantal triple A producties bij. Waarvan je nu denkt van oké, okay, dat, dat is best kort. Um, de eerste game die ik wil gaan noemen is Limbo. En Limbo is een, uh, is een indie game die enorm geprezen wordt. 2010 kwam deze prachtige game uit. Ehm... Um, Zwart en wit. Uh, tegenwoordig is alles wat indie is ongeveer zwart en wit. Daar hebben we natuurlijk wel vaker over. Um, ja, er zit niet echt een verhaal in. Maar je loopt wel door een, een, een lastige, moeilijke, griezelige wereld door. Als het lijkt wel een beetje een klein jongetje. Uh, inderdaad, het is een jongetje. En um, enorm geprezen door de media en gamers alike. Iedereen was er unaniem over eens: dit is een fantastische game. Hoe lang was je ermee bezig? Tussen de 4 à 5 uur. En dan was hij uit. En dan was Limbo gedaan. En dan kon je Limbo gewoon ergens stof laten happen. Want um, ja, goed. Misschien speelde hij hem nog wel een keer. Maar goed, dat, dat was het dan. 4 à 5 uur voor deze game. Kan het korter? Jazeker, het kan korter. Laten we doorgaan naar een game. En dit is dan leuk. Hè? Dan, dan zie je in één keer hoe dingen werken. Uh, er zijn een aantal games die constant weer opnieuw genoemd worden als er bijvoorbeeld een E3 aankomt. Als men vraagt wat willen we zien, welke games moeten er komen, waarop zou je hopen dat er komt? Nou, dan heb je het altijd over uh, Half-Life natuurlijk, uh, Beyond Good and Evil die wordt ook heel vaak genoemd en de game die we nu gaan laten zien, Mirror's Edge. Hoe vaak heb ik de laatste tijd niet? Uh, um, ja. Post gezien, comments gezien, uh, uh, artikelen gezien waarin mensen oproepen opriepen om uh, uh, een nieuwe editie van Mirror's Edge te laten maken door Dice. Dit was een beetje het Artifact-projectje van Dice. Deze game, uh, 2008. En natuurlijk ziet het er echt schitterend uit. Uh, een hele aparte stijl. Het was ook echt een, ja, een, een passion project, een pet project van, van DICE. Die deden ze er gewoon bij omdat ze het een mooi idee vonden. En stilistisch was het gaaf. En het grappige is, niemand speelde dit, niemand kocht dit. En toch wil iedereen er een vervolg voor hebben. Dus ik vind het altijd een beetje, uh, een beetje vaag dat mensen altijd vaak die games uitkiezen die niemand wilde spelen. Anyway, hier kon je in 3,5 à 4 uur. De eindcredits van uh, behalen. Als je een beetje goed was in parkour. Ik heb dat zelf ook gedaan. Uh, ik vond het een leuke game. Ik vond het op een gegeven moment een beetje repetitief. En op een gegeven moment had ik het stijltje ook wel gehad. Maar dat was mijn mening. 3,5 3 à 4 uur. En dan was deze game uit. Af en klaar. Kun je nagaan. Als een willekeurige IP op dit moment 4 uur singleplayer is, dan zegt iedereen. Dat kan niet, dat mag niet, dat moet verboden worden. En toch, ze willen weer een nieuw deel. Het maakt niet uit. Het volgende voorbeeld, die geeft nog eens een keer aan. Uh, dat is namelijk misschien voor heel veel mensen één van de beste games ooit gemaakt, dames en heren. Een van de beste games ooit gemaakt was ook Ultrakort. En dan heb ik het natuurlijk over een game van Valve. Uh, geen Half-Life, want die was gewoon wel een solid. 15 uur heb ik daarover gedaan. Uh, nou wil ik sommige games ook wel echt wat langzamer spelen. Omdat in die tijd vond ik Half-Life echt zo mooi wat er allemaal gebeurde. Dus deed ik er veel langer over. Je kan ook rushen. Ik heb het over Portal. Dat is natuurlijk een andere game van Valve. Um, en deze game die in 2007 afkwam. Die door iedereen gewoon volledig de hemel in is geprezen als een van de meest innovatieve, revolutionaire, waanzinnig mooi gemaakte, toffe gameplay-wise, inventieve uh, moeilijke, uh, uitdagende games. Um, die duurde 3,5 à 4 uur. En daar was je er doorheen. Uh, ja, dan kan je nog zo innovatief zijn, maar 3,5 à 4 uur is natuurlijk wel vrij kort voor een game. En toch... Hadden heel veel mensen hier geen enkel probleem mee. Want het was vernieuwend. Het was tof. Het was anders. Uh, het deed iets wat andere mensen niet deden. En dat was verfrissend. En dat het dan maar vier uurtjes duurde. Zo so be it. Het werd geaccepteerd. Het kreeg hoge cijfers. 3,5 à 4 uur dus voor deze game Portal. De volgende game. Die kon je ongeveer ook in diezelfde tijd afspelen. Maar. Die werd niet bepaald goed uh, uh, besproken. En deze game. Um, die kan ik mij goed herinneren. Want ik ben er op trip naar geweest. Alhoewel ik niet meer weet wat ik daar nou precies gedaan had. Wat ik wel weet is dat ik het, de insteek van de game. Namelijk dat de Noord-Koreanen Amerika hadden binnengevallen. Vond ik ongelooflijk tof. Evenals de beelden die ik daar heb mogen zien. En de gameplay die ik daar heb mogen spelen. En ik weet, ik heb die game toen. Twee tot drie uur mogen spelen. En achteraf bleek dat ongeveer ook zo'n beetje de hele game te zijn. Ik heb het over Homefront, dames en heren. Um, dit was echt. Dit had alles in zich kunnen hebben om een. Ik wil niet zeggen een commercieel succes te zijn, maar gewoon een, een sleeperhitje te zijn. Het idee dat Noord-Korea Amerika is binnengevallen en dat je als Amerikaanse vrijheidsstrijder uh, moet proberen om de Koreanen weer uit de Verenigde Staten te krijgen. D dat, ja, dat, dat vind ik gewoon een heel tof idee. Dat zie je bijna niet. Uh, 2016 is die uitgekomen. Uh, dat is best nog wel kort dag. En. Ik weet ook nog wel, ik moest en ik zou die game reviewen. Ik heb dat gedaan. En de teleurstelling dat ik de eindcredits kreeg op het moment dat ik dacht: oké, okay, nou zit ik er lekker in. was wel vrij groot. Deze game was ook best wel buggy. Um, werkte niet goed. Het is niet helemaal tof uitgewerkt. Dus dit was gewoon geen goede game. En dan zie je dat zo'n game, die dan maar drie à vier uur duurt, um, toch wel. Vrij hard op zijn wafel gaat. En eigenlijk unaniem werd afgeserveerd als niet goed, niet tof, niet leuk, niet kopen. 4 um, uur dus. 3,5 aan 4 uur. Kan het korter? Het kan zeker korter. Uh, we gaan nu een stap maken. We gaan nu van vier uur naar drie uur naar twee uurtjes. Twee uur om een single player game uit te spelen. En de volgende game is ook weer zo'n. Media Darling, waar iedereen het over hebt. Ja, bedoel, ik ben daar altijd een beetje sceptisch in. Uh, ook omdat ik niet altijd die Artifarty shit heel erg tof vind. Maar goed, maakt niet uit. Als iets waardevol is en innovatief, dan kan ik dat absoluut accepteren. Maar Journey is dus een game. Uitgekomen in 2012. Hier had iedereen het over. Want wat was dit toch ongelooflijk mooi? Gemaakt door Santa Monica Studios. Ehm. Uh, Kijk deze stijl, jongens. One of the most amazing experience of... En daar staat het pipje voor, maar dat zal ongetwijfeld 2015, 12 zijn. Nou, dit was een amazing experience. Omdat het heel erg mooi was. En fucking kort. En dat zegt niemand erbij, hè. Glorious, thoughtful, moving masterpiece. But very short, moet er dan bij zijn. Twee uurtjes kon je hierover doen. En ja, dan was je er klaar mee. Eh... Ja, twee uur is wel heel erg kort. Als ik heel eerlijk ben. Dan kan iets wel ongelooflijk moving zijn. Uh, uh, maar uh, ja, het is wel kort. En kort is kort. Twee uurtjes voor een game vind ik eigenlijk een beetje te kort. Laat ik heel eerlijk zijn. En dat was bij Journey ook. Maar je ziet het. Uh, misschien het stijltje: het, het, dat het very moving is en emotional en bla bla bla. Dat zorgt ervoor dat mensen daar dan overheen stappen. Terwijl als een standaard, mainstream, AAA blockbuster een, uh, een, een vier uur durend uh, uh, gewoon singleplayer avontuur aflevert, dan is het vooral heel erg kort en gaat iedereen erover vallen. Maar goed, Journey, hey, prima, doe ermee wat je het is. De game kan je nog steeds gewoon lekker spelen. Twee, uurtje, uh, twee uurtjes hier. Dit is de best game, best downloadable, best platform game, game of the year. Bla bla bla. Twee uurtjes, Berder dus. Klaar mee. Goed. Uh, kan het korter? Kan het korter dan twee uur? En triple A. Geen enkel probleem. We gaan gewoon even naar Kojima toe. En je weet het, Kojima dat staat, dat stond, tot aan vandaag, voor mij altijd, voor elle lange games, omdat hij er altijd van die cutscenes van 3,5 uur tussen stopt. Weet je, het waren langdradige games, de Metal Gear Solid games. Pacing was natuurlijk ook <coughs> traag. Uh, veel stelt. Um, dus ja, dat waren ook games waar je wel 15-16 uur mee speelde. Niet met Gear solid 5, Ground Zero. Daar kon je, als je een klein beetje je best deed, in anderhalf uur doorheen rausen. En ja. Mensen zullen zeggen, ja, maar wacht even, dit is toch uh, een beetje... Uh, dit was toch een soort van DLC, dit was toch niet een compleet verhaal? Nee, het is door Konami echt gemarket als een stand-alone game. Dus als je zegt dat het een stand-alone game is, dan is anderhalf uur wel heel erg kort. Terwijl die hier toch heel erg op Sam Fisher lijkt. Maar in ieder geval, anderhalf uur... Uh, ja... Iemand schrijft, en ik zie het hier voor me, iemand zegt ook... ...this is a very expensive demo. Uh, ja, dat is het eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk een demo. Uh, en meer is het niet. Uh, ja, nogmaals, ik wil hier niet de Metal Gear Solid-reeks mee gaan bezoedelen... ...want er zijn schitterende uh, delen van uitgekomen. Maar dit was wel een klein beetje een cash cashgrab van, uh, van Konami 2014... Uh, niet oké. Okay. Anderhalf uur. Kan het dan ook korter? Ga ik nu weer aan mezelf vragen. En dan het antwoord is natuurlijk ja. Het kan korter. We gaan er gewoon tien minuten afsnoepen. En dan komen we uit bij een game. En die heet The Bouncer. En ook die game kan ik mij nog wel herinneren. Um, omdat toen ik dat daar zag. Toen dacht ik van hé. Hey, dat wil ik dan wel spelen. Omdat ik dacht dat het ging over een bouncer. Maar het ging ook wel over een bouncer. Maar dan heel erg Japans. Beat 'em up. Um, ja. Je, je, je kon die game wel herspelen, maar dan speelde je met andere characters exact hetzelfde. Binnen 1 uur en 20 minuten waren mensen hier gemiddeld doorheen. Um, ja, dat is wel vrij kort voor een game hoor, 1 uur en 20 minuten. Als je daar dan fucking full price voor betaalt, en je komt thuis en je start hem op, en anderhalf uur later um, zie je het eindscherm voorbij komen. Dan word je daar niet heel erg vrolijk van. En zou ik onmiddellijk terug naar de winkel lopen om een refund aan te vragen. Maar goed, 1 uur 20. De bouncer deed het gewoon. Dan is de vraag, en ik blijf hem gewoon herhalen, kan het ook korter dan 1 uur en 20? Minuten? Ja, jazeker, het kan korter. We gaan gewoon nog korter maken. We gaan 20 minuten eraf halen. We gaan naar een uur. En dan denk je, nu kom ik toch echt toch wel in, in die categorieën terecht. Gewoon de, 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 de ja, die, die, weet je wel, Indies maken soms wel eens wat kortere games. Dat, dat, dat kan allemaal wel. Nee. We gaan naar uh, volgens mij uit mijn hoofd, nou niet uit mijn hoofd, dat staat hier voor me, 1989. En toen kwam de eerste Prince of Persia uit. En uh, gemaakt door Jordan Mechner. Um, legendarisch uh, dit moment eigenlijk wel. Dit is een fantastische franchise. De game is eigenlijk ook heel erg tof. Uh, en het ding is. Deze game duurt een uur. Want de opdracht is ook. Je hebt een uur om de prinses te redden. Je had daadwerkelijk een uur. En zo zijn er nog een aantal games die je kon vinden. Games die eigenlijk een fixed time limit hadden. En binnen die time limit moest je dat redden. Nou, dat redde je natuurlijk nooit. Want dan was je gewoon nog. De game was ook best wel pittig. Uh, en dus. Uh, maar stel dat het je lukte. En op een gegeven moment lukte je het dan. Kon je het in een uur doorspelen. Dus eigenlijk de... de lengte werd hier een beetje opgeschroefd. doordat je af en toe dood zou gaan. en dan moest je het gewoon nog een keer helemaal vanaf het begin uh, proberen. omdat op een gegeven moment na een uur gewoon. Pff, op, ging de curtains gingen naar beneden. de gordijnen gingen dicht. en was het klaar. en was de prinses gewoon dood. en was jij te laat. Prince of Persia dus. Dus ik bedoel, iedereen heeft er een soort van een legendarische herinnering aan. Het was dus gewoon eigenlijk maar een uur. Uh, gaan we naar een andere game die ook legendarisch is? Daar hoor ik nog heel veel redacteuren. Uh, Steven, uh, Koos, weet je, de Oude Garde. Die hoor ik daarover. Omdat dit een game is gemaakt door Nintendo. Die door uh, veel mensen uh, ja, heel graag gespeeld werd. En waarvan heel veel mensen nog steeds vragen: wanneer komt er weer eens een keer een nieuw deel uit die franchise? Dan heb ik het over Star Fox. Want ook Star Fox. Die kon je in 1993 op de SNES. Daar is die. Um, die kon je gewoon uitspelen. In een uur. In een uur was je klaar met Sterrenforsje. Um, eigenlijk wel een beetje heel erg kort. Daarna zijn er nog wel meer Star Foxes uitgekomen. Het is niet een top franchise gebleken van Nintendo. En dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat ze er niet mee door zijn gegaan. Ik denk nog steeds dat het hartstikke leuk is om een nieuwe Star Fox. Te gaan maken. Maar goed, deze game dus. Uh, ziet er best wel leuk uit. Die was dus binnen een uur. Hoppakee, eindscherm. En je kon gewoon leuk wat anders doen. De vraag is nu. kan het dan nog korter? Nou, ik kan je vertellen, het kan zeker korter. Uh, we gaan er nu een kwartier van afknabbelen. We gaan naar 45 minuten. En dan komen we aan uh, bij de game Burning Daylight. En ik ben benieuwd of er één iemand is van jullie die deze game. Gespeeld heeft. Hij is uit 2019. <coughs> Dat is best wel recent. Um, je wordt wakker. Naakt in een slachthuis. Lijkt me niet heel erg, uh, heel erg gezellig. En vervolgens moet je ontsnappen door een dystopische wereld. Um, ja, om te ontdekken waarom je in hemelsnaam naakt bent. En waarom je in hemelsnaam in een slachthuis terecht bent gekomen. Nou, deze game. Deze sci-fi adventure. Kon je in. Hou je vast. 45 minuten uitspelen. 45 minuten. En dan was je klaar. Dat is. Um, dat is één helft voetbal ongeveer. Dat is ongeveer net zo lang als lekker eten koken. Ik bedoel, dat is fucking kort. En uh, toch werd deze game best goed ontvangen en waren mensen hier best positief over. Dus je ziet het hier, bij de ene game zeik ik mij ontzettend over de lengte van een game. En bij de andere game is het helemaal niet uh, erg en uh, stap men er eigenlijk vrij makkelijk overheen. 45 minuten. Kan het korter? Tuurlijk. Ik knabbelde gewoon even 10 minuten vanaf. 35 minuten, dames en heren. 35 minuten had je nodig om gewoon in je eigen relaxte tempo. Is geen speedrun. Gewoon relaxte tempo. De Oregon Trail te uit te spelen. Een cowboy avontuur waarin je 35 minuten lang uh, probeerde om met jouw huifkarretje van de ene kant naar de andere kant te komen. Echt serieus. Wie dit bedacht heeft, uh, ik weet het niet. Maar dit, wordt, dit is zo saai. Voelt dit aan dat uh, 35 minuten eigenlijk al vrij lang is voor deze game. Maar 35 minuten en dan was je aan het eind van deze trail. Dan was je waarschijnlijk in Oregon. En dan was je blij en dan kon je namelijk gewoon iets anders gaan spelen. Wat je dan zou kunnen gaan spelen. En dan gaan we gewoon weer 20 minuten afhalen van die 35 minuten. Dan gaan we naar 15 minuten en dat is ruim genomen. Dan gaan we naar de game. Mooi Rai. En dit is wel een hele speciale. Ik bedoel, Dit is een ultra korte game. Het ziet er ook bijzonder weird uit. Um, ja, je speelt first person. Um, je, je, je leert in deze game dat er een mevrouw. En die heet Mooi Rai. Of nee, Julia. Die is op jou naar zoek. En die schijnt dan ergens in een cave in een, in een grot onder te zijn. En als je naar die grot afdaalt. Um, dan, uh, dan, ja, dan kom je een, 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 een houthakker tegen. En um, ja, die, daar moet je wel wat mee doen. Uh, en in principe kun je dan die houthakker. Ja, die een beetje agressief tegen je is. Of er komt een agressief gast naar je toe. Die kun je dan vermoorden. Of die kun je laten leven. Of je gaat zelf dood. En dan kun je voorbij die gast. En dan kom je bij Julia aan. En die is ook zwaar gewond. En die kun je dan afmaken om haar lijden te verzachten. Of je kan dat niet doen. Dan spuugt ze bloed op je. Dan ga je naar buiten in die grot. En daar kom je weer iemand anders tegen. En daar vertel je het verhaal. En uh, dat is het. En wat blijkt nou te zijn. Dat wist niemand toen dit, mensen dit speelden. Het is een multiplayer game. Maar wat jij speelt. Is het antwoord of de, de speelvolgorde? Heeft iemand uh, iemand vermoord of laten leven? Van een voorganger, dus van een andere speler. Dus jij komt in zijn verhaal terecht en jij reageert weer op dat wat hij gedaan heeft. En als jij klaar bent, dan moest je namelijk ook een mailadres invullen. En dan krijg je weer een mailtje van die andere gast die na jou kwam. Wat hij dan weer had gedaan op basis van wat jij had gedaan. Dus het is eigenlijk best wel inventief. 15 minuten. En uh, die inventieve methode erachter die zorgde er ook voor. Dat de media dit heel erg leuk vond. Het is ongeveer 100.000 keer gedownload. Je kunt het nog steeds gewoon, volgens mij, gratis downloaden. Mooi gerai. Uh, wel een bijzondere game, maar 15 minuten lang. En uh, dan zou je denken: nou ja, korter dan 15 minuten kan het niet. Nou, gelul. We gaan namelijk nu gaan we 12 minuten eraf halen, of zelfs 14. En dan kom je uit bij een game die 1 tot 3 minuten duurde. En die game die heet Dead. Trips. Uh, dat is een, uh, ja, een point-and-click game. En uh, daar moest je. Uh, 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 er zit een Serial Killer hierin. En die moest je vinden. En die kon je echt heel erg snel vinden. Uh, en ja, als je dat niet deed, ging je namelijk zelf dood. En uh, ja, dit, dit is gemiddeld. Het grappige is: we gaan dit filmpje helemaal kijken. Van A tot Z. Um, en als het goed is, hebben we dan de hele game gespeeld. Dus feitelijk, uh, je bent nu... Uh, uh, er is een serial killer in een hotel en die heet Lady Death en die is dan ergens en jij moet dit dan gaan zoeken. Nou ja, het lijkt er dus op... Oh, daar komt ze al aan. Komt die chick er nou godverdomme meteen achter je aan? Dat... Oh, ze valt. Uh, en is meteen dood. Dat is apart. Dus, nou ja, dan denk je: oké, okay, daar ga ik er naartoe. Dus, feitelijk had het sneller gekund. Oh, dit is, dit is eigenlijk de, 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 de een, een trailer daarvan. Anyway, um, er is ook uh, op, op YouTube. Is inderdaad ook gewoon de volledige walkthrough te downloaden. En die is dan inderdaad gewoon 2 minuten 58 of zo. En dan haal je het einde van de game. Er zit een plot twist bij die het uh, spannend maakt. Maar dit is voor mij, wat ik heb kunnen vinden. De kortste game ooit gemaakt. Uh, eentje die misschien korter zou zijn uh, is uh, dat heet dan push the button, maar dat vond ik te flauw. Want uh, dat is een game die uh, die laat een button zien en dan staat er over do you dare to push the button? En als je het niet erop drukt dan of nee dan push the button. Als je er niet op drukt dan duurt die game. Dan is het de langste game ooit gemaakt. En druk je er wel op, dan is het meteen klaar. Dus dan zou het binnen één seconde. zou die game klaar zijn. Maar goed, dat, daar zijn meerdere varianten van. Dat doe ik niet. Dead Trips is voor mij de kortste game ooit gemaakt. Eén tot drie minuten. En dit is natuurlijk gewoon een grappig game. Maar je ziet het hoeveel. Met name wat oudere. Gr uh, grote singleplayer namen. D dat was heel normaal dat het vier, vijf uur was. En. Toch ook een beetje mijn conclusie dat een indie game die kort is, daar wordt toch anders naar gekeken dan naar een mainstream AAA blockbuster die een single player af, uh, aflevert van 4 uur. De ene is lui, de andere is dan wat meer innovatief. Ik snap het aan de ene kant ook wel, die hebben veel minder geld. Maar, ja, hey. Zo'n singleplayer van Call of Duty Vanguard, ik vind het prima, man. Vier uur, veel langer wil ik er ook niet de tijd besteden. Ik heb een leuke tijd gehad, ik ken de wapens en volgens heb ik nog een breed scala aan mogelijkheden om in die game te spelen. En zo zit het ook met al die andere games. En ik wil niet dat elke game 191 uur van mijn speeltijd gaat werken, want daar heb ik gewoon geen tijd voor.